weekend, ja. Het laatste binnen 4 uur. Maar tussen stopjes zei 4 uur, 4,5. Opwarmende cafeetjes, chocomelk, blue wine. Hè. Hey, je wordt een bobsleigh event. Dus. Hey, als je klimt, kortere pasjes pakken. Oh, voilà. En dat is de man die dan zegt dat hij geen conditie heeft, maar wel 800 kilometer heeft gedaan vorig jaar. Ik heb deze stap ook nog maar sinds juli, hè. Dus ik moet je niet generen. Dat gaat snel genoeg, als je een beetje loopervaring hebt. Voilà. Vooral kort afstanden tussen de vingers. Ah ja. Ik heb dit jaar mijn eerste marathon gelopen. Een fervent trailrunner. Trailrunner. Offroad gaan lopen. Ja. Januari ga ik mijn eerste nacht trailrunnen. Nieuw rampje gekocht, 850 lumen. Waar doe je dat dan? Ardennen, Nederland. Nederland heb je zo een aantal in de tijden. Ja. Of dingen, hè. Rond Limburg, Nederlands Limburg ook mooi. Hè. Ja. Ik denk dat je in de Vlaanderen gaan lopen. Ja. Dat is voor ons niet zo. Trailrunning is vooral vanaf een bepaald aantal hoogtemeters, anders noemen ze het naturen. Ik ook. Ay, plaks al niet, maar wel een reserveband. Ay, voor mij vooral. Ja, wat voor dingen voor Alfred. En denkt voor de wielen van een ander ook wel zou lukken. Maar achter die laat ik er maar eentje bij. Maar dat is voor in het voorjaar, hè. De nieuwe dingen. Zie je met drie ketens en een dubbele grote wielen. Die linksjes voor de voetjes uit de warmen. Zalig. Alleen spijtig dat je een trailrunning niet kunt gebruiken. Als je er in je vier deur moet, is het gedaan. Dat doe je nog altijd, ja. Ja, ja. Ja, voilà. Het is niet altijd stappen op. Hoor. Ik heb ook. We hebben ook vier honden, dus. Kranikos, trailer. Hey. Lichtje kwijt. Ja, vandaar dat ik deze heb. Heel leuk. En ook een speciaal middeltje van die dingen. Een soort grafiet. Dat is hetgeen dat je ziet. Een grijs hier rond mijn. Ja. Dus, dan mag dat de remmen niet piepen. Kost een beetje zo'n bus 40 euro, maar ik doe er niet altijd mee op natuurlijk. En gebruiksgemak. Dat is een ding ook. Varsenveld lokken zo piep piep piep. En ik heb.
gaan, Paul. Vroed, kom! Mountainbikers! Mountainbikers! Ah, oké, okay, slaan af. Jeroen. Ah, zeg Christian, als je deze kunt, dan kun je de volgende week ook meedoen, hè? Ja? Ah, stepcross. En hier geen. Ik heb voorlopig nog één. Oh nee, ik ben sowieso al op plan voor die naar 2x28. Hè. Dat is natuurlijk voor u met deze step. Je staat wat hoger, hè. Dat is leuk, hè, maar ze moeten dus niet allemaal terug omhoog.
van de cyclocross nog. Auto. Het is wel vrij duur, vind ik, berghut. Maar ja, zijn we wel veel inderdaad. Hè. Ja, oh, dat valt er wel weer mee. Ja. Volgende week kan er niet bij kunnen zijn, jong. Familiefeestje. De 14e. Ja, dat is op de 2e. Ja, juist, sorry. Met 2. Ze hebben het al een dag verzet. Zeg, maar dat kan ik nog niet. We zijn direct dus direct van schaald, maar wat is dat familiefeestje? Om 3 uur, zeg niet. We kunnen niet moeilijk blijven verzet, natuurlijk. Dat is ook geen reclame dan, hè? Nee? Dat is zo'n ding allemaal maken op Facebook, zo'n evenement. En dat is echt wel gemakkelijk. Tinterveur. En dan nodig je er gewoon iedereen uit. Hè. Auto! Zo. Als je een beest hebt gewoond, dan ken je de streek daar wel. Maar ook zijn het overles, ze meegedaan met een mountainbike tocht met deze. Echt, je vragen dat ik gekregen heb, vragen. Dat is echt niet het ideale moment voor reclame te maken, ziet, van die toertochten van mountainbike. Als je nog een paar steppers krijgt, voor ze mee op tocht. En vooral dingen dan, hè. Van de Kynikros, kijken ze wel mee, die zijn gewoon van de mond te ploeteren dus. En die bezien als training voor de wedstrijd, hè, voor zelf met honden dan. Hè. Zo is mij het idee ontsproten van te komen steppen eigenlijk. Hè. Te trainen.
lasertje is middel van beeld. Als ik dat eigenlijk vrij hard omhoog zet, staat er eigenlijk quasi alles op van beeld. In het begin was dat een beetje zoeken, maar nu dat je dat weet. Kijk, dat is een keuze dat je moet maken van hoe ver ga ik erin. Dat is voor iedereen voor zich natuurlijk. Aangezien dat ik toch veel met de fiets en alles bezig ben, nou, dat maakt er die investering van natuurlijk. Hè. En veel in de winter bezig met honden. Dan ga je eens wat rapper investeren in goede winterkleding.
mannetjes blijven gaan, hè. Thank you.
wachten.